Nou, we gaan pizza bestellen. Pizza met margarita met extra vodka. Daar zijn we weer en we hebben ook wat meegenomen. Dat is een... Een warme pizza. Het is nu inmiddels, om niet te liegen, het is al inmiddels al bijna 2:30 midden in de dag. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag, woensdag 29 maart 2023. En het is nou net 1:50 in de middag. Ja, en ik loop lekker buiten met de hondjes, zoals jullie kunnen zien. Ja, en ik ga Rosa even wakker bellen. Ja, dan gaan we naar de DVB, naar de dierenvoedselbank dus, afkorting. Voor het geval dat jullie dat niet begrijpen. Dat is een stad, DVB. En daarna gaan we even naar iemand, naar zijn showroom. Het is geen winkel, maar het is een showroom. Daar wou even Roe even weer naartoe. Daar kan ik dus niet filmen, maar ja. Ik heb wel al regelmatig reclame voor zijn showroom gemaakt. Dus ja, als je daar ook iets wil, ik zou zeggen, blijf gewoon vooral kijken en mis niks. En dan wens ik jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, weer even in onze eigen winkel. Ja, helemaal leuk, helemaal top. Nou, gisteren heb ik mijn injecties gehad. De pijn komt wel weer ietsje terug, maar ik kan nog wel gewoon lopen. Beter Roderick nog niet, maar jullie zijn wel de eerste. Ja, we gaan dus even kijken wat erin zit. Het is een beetje drukjes. Ja, ja, drukjes. Er zit zo wat niks in. Er zit wat niks in, man. Schat. Ja, nee. En hoe zeg je dat? Er zit niks in. Nee, niks. Helemaal niks. Knop van Adriento. Helemaal niks. Oh, doe jij dat weten? Helemaal niks hebben we eraan. Nou ja. Gaan we weer verder kijken. Hè? Ja, ook leuk. Verder kijken. Ja. Verder kijken. Hè, schat? Verder kijken. Flesje leveren, ja, top. Man. Brrrt, koud. Ik heb het koud. Komt ook omdat ik een beetje moe ben, zeg maar. Beetje maar hoor. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben gewoon een beetje moe. En als je dat weet, ja, dan weet je dat, weet je. Ja, dan begrijp je dat, weet je dat. Ja. Oh. Uh-huh. Ja, nou, en ik ga even kijken, even met Ro even in conclave, ja. Want wil jij hier halen of wil je ergens anders pizza halen? Of nee? Ja? Pizza margarita gewoon? Ja, met kaas. Ja, met kaas. Die pizza margarita zonder kaas is niet lekker. Niet? Nee. Nou, dan gaan we het hier halen. Oké, okay. Prima. En daarna gaan we naar mijn schoonmoeder, vanuit daar gaan we weer naar de wijk. Ja. Ook leuk, ook handig. 3 voor 4 euro. Wat denk je zelf? Dat kun je nog beter in Duitsland gaan halen. Dan ben je nog... Hè? Huh? Ja. Ik vind het een beetje duur. Hè? Huh? Wat? 4 voor 4 euro. Ja, inderdaad. 4 voor 4 euro. Nou, en ik ga deze vent dus niet sponsoren. Hey, beste kont. Echt niet. Denk je zelf. Ik ga hem echt niet sponsoren. Nou, we gaan pizza bestellen. Pizza met margarita met extra veel kaas. En hopen dat hij dat ook doet. Met extra veel kaas. Maakt me niet uit hoeveel ik moet betalen. Maar als het maar extra veel kaas is. Daar zijn we weer. En we hebben ook wat meegenomen. Dat is een... Een warme pizza. Ja, en wat voor pizza? Margarita. Een pizza margarita met extra veel kaas. En we gaan dus nu... Ik ga dus naar mijn schoonmoeder en Rodus en naar zijn moeder. Ja.
is handig. Dus we gaan even weer op bezoek. Dus even kijken of het druk is of niet. Of dat ik even kan filmen of niet. Dat ligt er helemaal aan. Dus ja, en anders hoor ik het wel weer zo meteen hoe het met haar is gegaan. En hoe ze het lekker vond, deze pizza. Ja. Dat is een heel lange tijd geleden dat ik de camera vastpakte. Alleen voor jullie nu snel er gelijk achteraan. Dat klopt. Het is nu inmiddels, om niet te liegen, het is al inmiddels al bijna 2:30 midden in de nacht. Ik heb nog even goede tijden teruggekeken. Nog eventjes een jaar van je leven teruggekeken. En ja, het gaat steeds beter met mijn schoonmoeder. Alleen ja, ze zijn wel dementerend, mijn schoonvader en mijn schoonmoeder. Dus morgenochtend om 11 uur moeten wij alweer bij het revalidatiecentrum wezen. Om even dingen kort te sluiten. Dus ja, ik heb maar een kleine slaap nodig. Maar oké, nou niet nodig, maar ik heb gewoon een korte slaap. Maar dat maakt niet uit. Geef het allemaal niet. Al met al, het gaat een stuk beter. Ja, alleen ze vreet een hele hoop. Dus ja, wij willen ook gewoon beter op de hoogte zijn van alles. En of ze misschien langer moet blijven of eerder naar huis kan. Of wat zijn de consequenties als ze naar huis gaat. Moet ze hulp hebben of niet? Of ga zomaar even door. Wat moeten wij regelen als ze weer naar huis kan? Of mijn schoonvader moeten regelen? Ga zomaar even door. Dus ja, dus daarvoor gaan we morgen even weer daar naartoe. Morgenochtend, straks, later. En maar voor nu ga ik jullie wel bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje even eventjes omhoog. Abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan en laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.